Goeiedag geliefdes. Op Palmsondagochtend het ons in Leviticus gelees dat alles waardes het en God bepaal waardes van alles en allemaal. Van die mensen tot die gebouwen, tot die producten, die reindieren, die onreindieren. En daar is een loskoopwaarde. En die waarde wat die priester bepaal wordt, is die waarde wat het is. En op grond van daardie tekst vanmorgen die vraag voor jou en voor mij. Wat is jij waard? Ik denk ons denk min in termen van wat is ik waard? Ons sê baie makkelijk dat ons kinders voor ons van onschatbare waarde is. Dat daar nie waarde te bepaal is rondom mense nie. Of dit nou een ouder of een vriend of een levensmaat of een kind is. Moet jy al gedink, wat is jij waard? Goeie, sterk mans in die vleer van hulle lewe. Was in die Oude Testament so 560 silverstukke waard. En so het afgegaan, soos die mannen zwakker geword het, as ons by die vrouwelijke geslag kom, as ons by kinders kom, as ons by afgetredenes kom. Als jij vandaag jouw waarde moet neerschrijven, wat zal dit wees? Mag dit wees? Met zeker die bekendste Bijbelvers in die wereld in gedachten, Johannes 3, vers 16. God in die wereld so lief gehad, dat hij zijn enigste zoon gegeet, zodat die wat in hom glo, niet verloren zal gaan. Nie. Maar die eeuwige lewe sal hê. Dat hierdie woorde net weer een bykie by ons thuis kom, God in die wereld, vir jou, vir my, so lief gehad. Dat hy bereid was, om die hoogste van prijse te betaal, en dit wat alle waarde oortref, is die Seun van God, Jezus, die Christus, ons Christus. Dit is wat mens wees vir God waard is. Ons het so in een leven verval waar ons waarde bepaal word door wat je rij of waar je blij of wat je aantrek. Maar dit is die boekie waarde waarvan ik praat. Daar die boekie wat iemand ergens uit de laai uittrek en volgens tabellen kyk. Nou, wat is jy nou eindelijk waard? Maar volgens die woord van God is elkeen van sy kinders soveel waard dat hy die hoogste prijs bereid was om te betaal. Zodat jy sy kind kan wees. Zodat jy een eeuwigheid saam met hom kan leef. So wat is jy waard? Daar is een verwachting bij God, dat jy jou eie waarde sal besef. Gestroop van alle arrogantie en grootkopheid. Het gaan nie daarover nie. Wanneer daar vir Jesus gevra word, nou hoe werd die wet nou eindelijk? Wat is die belangrijkste? Wat moet ons weet van die wet? Dan sê hy, jylle ken dit goed. Jy moet die Heere jou God lief hê met alles wat jy het, met al jou kracht, met jou hele wese, en jou naaste, soos jouself. Moet nooit van jouself vergeet nie. Dit is nie een aanmoediging om self gecentreerd of selfverheffend of selfregverdigend te begin leven nie. Maar as jy jou waarde begin bereken in termen van wat God bereid was om vir jou te betaal, met die lewe van hom wat alle waarde oortref, mag jy dan anders begin kyk na jouself. Waardering jy daarvoor. Nie jou soveel steer aan die rand en cent wat jy werd is nie. Maar hoor in die hart van God hoe hy jou wil lief hê
hoe hy jou gered het en hoe hy wil hê jy moet jouself oppas. Mag jy in hierdie lijdenstijd besef, daardie lijding, daardie bittere dierlijding, was vir jou. En dis jou waarde. Shalom.